Den Bosch kampt met een probleem waar een luchtje aan zit. Ja, als ik zeg herrie in de wijk, gasvelden die naar de kloten gaan, agressie, dan heb ik het niet over probleemjeugd die daar rondhangt, maar over een heel ander probleem in Den Bosch, de Canadese gans. Het is frustratie nummer 1 onder veel bossenaren. Je glijdt in de stad bijna uit over de ganzenkak. Sorry voor tijdens het ontbijt. En als je niet oppast, dan beginnen ze je daar nog aan te vallen ook. Waarom trekken die beestjes nou naar de binnenstad? Het is eigenlijk heel simpel. In het landelijk gebied, dan mag er op ze gejaagd worden. En daar in die parken, daar in de stad, mag dat niet. Dus nu buigt de politiek zich daarover. Moeten we ze ook in de binnenstad mogen afschieten? Moeten we nou juist de vos met rust laten, zodat die zijn werk kan doen? Het is gemeentepolitiek bij uitstek. Hier lopen de ganzen rustig te eten, maar je ziet het is een trapveldje voor kinderen. En omdat ze hier ook poepen, kun je je voorstellen dat het gewoon niet lekker is om hier te spelen, om eruit te glijden in de ganzenpoep. Het is bijna gewoon onmogelijk om thuis te komen zonder poep onder je schoenen. Heel vies eigenlijk wel. Ik wil geen, niet meer ganzen hier. Eigenlijk overal poep en vies. Nou, nu zie je een klein groepje ganzen in het water, heel rustig. Maar je moet je voorstellen als er 80 tot 100 in één groep zijn en ze beginnen en masse te gakken, dat dat een enorm geluidsoverlast met zich meebrengt. Nou, het vervelende is dat de gans een beschermde diersoort is, die in de stad ook geen natuurlijke vijanden heeft. Dus de laatste 5 tot 10 jaar groeit de populatie enorm. En ja, daar waar je hier nu misschien 15 ganzen ziet, zijn er tussen in de periode februari, juli, zijn er misschien wel 150 in dit kleine stukje. Heeft u ook een gans overlast? De achtertuin? Nee, ik persoonlijk niet, maar ik herken dit wel. En ja, dit is nou. Ook hier is op een gegeven moment een diersoort op een lijst gezet. Volgens mij zijn dat zelfs Europese lijsten, waarbij je je afvraagt of dat dan overal in Europa op dezelfde manier moet gelden. En dit is gewoon een probleem wat je overal ziet. Nou hoef je ze natuurlijk niet allemaal meteen af te maken. Je kunt ze ook afvangen en verplaatsen. Ja, want inderdaad, want het verkiezingsprogramma van BBB, daar staat er wel wat over die ganzen. Namelijk dat 85% van de faunaschade veroorzaakt wordt door de ganzen. Ja. En dat het dus belangrijk is om ook de beperkte ruimte wildbeheer uit ja, te voeren. Zeker. Dus ook in de stad. Maar u zegt dat hoeft niet bij ze afschieten. Nee, je hoeft het natuurlijk niet. Je kunt er ook op een andere manier mee omgaan. Maar de gedachte dat iets wat ooit aangewezen is als een beschermd diersoort, dat dat tot einde der tijden zo moet blijven, dat is natuurlijk ook gewoon niet goed. En dit is gewoon een probleem. Zoveel ganzen in een park in de stad waar ook andere gebruikers, namelijk de mens zijn, ja, daar moet je gewoon op een andere manier mee omgaan.